Onder het mom van schrijven is uitzoeken wat je denkt. Wil ik het toch nog één laatste keer over MeToo hebben. Ook omdat ik juist steeds helderder krijg wat nou eigenlijk mijn dilemma is in de hele discussie. Dus nog één keer. Sorry voor degene die er geen zin meer in hebben. Het is als volgt. Aan de ene kant vind ik het goed en belangrijk dat vrouwen naar buiten komen met hun verhalen. Het is ongelooflijk dat zoveel vrouwen lastiggevallen worden en daar niet van durfden te getuigen omdat ze zich schamen of omdat ze zich ten onrechte zelf de schuld geven. Dus het is goed dat we erover praten. Bewustwording is de sleutel tot gedragsverandering. Aan de andere kant, ik kom uit een juristenfamilie en het adagium je bent pas schuldig als je veroordeeld bent, heb ik hoog in het vaandel. Ik vind het doodeng dat mannen die beschuldigd worden min of meer vogelvrij zijn, terwijl je, hoe pijnlijk ook, wel degelijk vraagtekens kan zetten bij verklaringen van mensen die gaan over gebeurtenissen die 20, 30 of 40 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Ik heb het in een ander verband hier een paar weken geleden ook over gehad. Geheugen is onbetrouwbaar. Het is niet zo dat er als het ware een foto genomen wordt van een gebeurtenis en dat die foto er 20 jaar later precies zo uitziet als je hem weer tevoorschijn tovert. Nee, er komen dingen bij, er gaan dingen af. Het geheugen is dynamisch. En ik verwijs hier nog maar eens een keer naar al die interessante onderzoeken die professor Wagenaar hierover gedaan heeft. Dus daar zit iets tegenstrijdigs in, waar ik ook niet goed mee weet hoe ik daarmee om moet gaan. Kijk, ik wil aan de ene kant dat vrouwen en mannen overigens in alle veiligheid hun verhaal kunnen doen. En vervolgens wantrouw ik die verhalen dan ook weer een beetje. Het lastige is ook dat je eigenlijk geen kanttekeningen kan maken bij zo'n persoonlijk en pijnlijk verhaal. Getuige Jellebrands Korsjes gisteren bij de Wereld Draait Door. Er is dan net een fragment vertoond van een advocaat die zegt dat hij misschien beter wel aangifte had kunnen doen, en dan reageert hij als volgt. Maar het gaat me om die mensen die hier naar kijken, bij wie ook zoiets is gebeurd. En die schamen zich al kapot. En die hebben al zoveel moeite dat ze het aan niemand hebben verteld. En dan krijgen ze ook nog eens van zo'n middelmatige trut op hun kop. Ja, misschien wordt dat ook een smaadzaak, maar dan sue me, bitch. Ja, kijk, ik snap die emotie. Iemand heeft net naar buiten gebracht een verhaal waarvoor hij zich jaren heeft geschaamd. Dus die wil medeleven, die wil troosten, en die wil geen kritische opmerkingen. En toch moet dat. We stuiten hier op de onbarmhartige grenzen van ons rechtssysteem. Het best wordt dat geïllustreerd door die zaak Weinstein. Na al die belastende verklaringen van vrouwen en het onderzoek van de New York Times denk ik natuurlijk ook, die man is zo fout als wat. Maar mijn rechtsgevoel zegt dat ook deze man schuldig is als hij veroordeeld is. Daarbij is er ook nog zoiets als massapsychose. Onder invloed van verhalen van anderen gaan mensen hun eigen verhaal aanpassen. Het bekendste voorbeeld, oude Pekela, dateert van ruim 30 jaar geleden, toen tientallen ouders ervan overtuigd waren dat hun kinderen misbruikt waren door als clown verklede kinderlokkers. Ondanks langdurig rechercheonderzoek en honderden getuigenverhoren is er nooit iets bewezen. Het laatste wat ik wil is het probleem bagatelliseren. Ik ben ook overweldigd door de hoeveelheid verhalen van intimidatie en aanranding. Ik ben alleen zo bang dat we het ene onrecht inruilen voor het andere. Als je het principe iemand is schuldig als het bewezen is loslaat, kies je in wezen voor een terugkeer naar de middeleeuwen met openbare terechtstellingen op het dorpsplein.